Het is vandaag Burendag en in de Bolder gaan de voetjes van de vloer met het Danspaleis. Ja, Desiree, wat hebben jullie een leuke middag georganiseerd? Ja, ja, het is Burendag, dus we dachten we gaan iets leuks organiseren. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Nou, samen met Angela van Team Sportservice en Ingrid van Welzijn Wonen Plus kwamen we eigenlijk op een dansmiddag. En het Danspaleis organiseert hele leuke dansmiddagen, dus die hebben we opgetrommeld. En wat hoop je te bereiken voor de mensen die hier aanwezig zijn? Vooral heel veel gezelligheid en misschien nieuwe mensen leren kennen en eventjes terug in de tijd. En wat willen jullie als Team Sportservice bijdragen aan de gemeente Waterland? Het liefste willen wij natuurlijk dat alle leeftijden en dus ook de ouderen gewoon altijd blijven bewegen met plezier. En het sociale aspect speelt vaak ook een hele grote rol en dat proberen wij hier ook dus terug te laten komen. En wat verwachten jullie van deze middag? Nou ja, kijk eens om je heen. Dat nou, het is vragen naar de bekende weg. Hè. Het is voor mij wel een succes. Ja, dit is toch geweldig. Dit is fantastisch. Ja, echt. En je denkt echt van, nou weet je, het zal wel niet zo vaart lopen. En in het begin zitten mensen echt zo van, nou doe maar niet. Hey, kijk wel even. En als je ze dan toch van de stoel afhaalt, vinden ze het allemaal geweldig. Ja, dus. Werken jullie vaker samen? Afgelopen week hebben wij ook een rollatorwandeling georganiseerd. Dat was niet in de Bolder, maar dat was dus in samenwerking met Welzijn Wonen Plus. En eigenlijk het hele jaar door weten we elkaar wel te vinden. Ja. Ja, en jullie hebben een DJ ingehuurd, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat hebben we kunnen doen dankzij de provincie. Daar hebben we een subsidie van gekregen waar we het Danspaleis van hebben kunnen inhuren. Nou, het swingt er al lekker op los op de achtergrond, dus volgens mij wel een geslaagd middagje. Ja, dat denk ik ook. Ja, Kees, voor mij heb jij je danspartner voor vanmiddag al gevonden. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb sinds 2 weken dikke verkering met Loes. En we dachten, nou, dat is hartstikke leuk om dit ook een keer mee te maken. Ja, jullie zagen dus het Danspaleis voorbij komen. Wat verwachten jullie van de middag? Nou, in ieder geval gezelligheid, lekker dansen, een beetje contact maken met andere mensen. Wat staat op het programma voor vanmiddag? Nou, ik heb een heel divers assortiment muziek natuurlijk. En we gaan kijken wat de mensen ook leuk vinden. Dus ja, we bouwen het rustig op en dan gaan we het helemaal swingen. Wat voor genre kunnen de mensen verwachten? Dat gaat van walsjes en foxtrots naar meer Braziliaans of Spaans of ja, soul, van alles eigenlijk. Houdt u heel erg van dansen? Nee, het was toen je jong was, was het een must. Want je moest aan de man komen. Bent u vervent danser? Ja, maar dan salsa. Maar er staat een DJ, volgens mij kun je ook plaatjes aanvragen. Oh, dat is leuk. Daar ga ik wel gebruik van maken dan. Ja. Komt u vaker ook in de Bolder? Ja, ik werk als vrijwilliger in de Bolder. Heb je het al? Ja. En dat is leuk. Dat is echt leuk. Wat zijn nou de leukste dingen hier om bij de Bolder te doen, als vrijwilliger? Ja, waar ik van hou is dus mensen vermaken, blij maken met eten, met drinken, met dansen, culturele dingen. Dat is echt leuk. Nou, dan bent u hier aan het juiste adres. Maar gaat er straks ook nog gedanst worden? Ja, natuurlijk. Ik wel. Ja, ja. Ja, ik wel. Wat vind je leuk aan het DJ zijn, het plaatjes draaien? Het is ontzettend leuk om stemming te maken op een plek. En dat je iedereen aan het bewegen krijgt. En dat mensen ontzettend blij zijn. Van muziek word je gewoon heel blij. Dus, ja. Ja, ik ben het volledig met je eens. En dit past ook heel erg goed bij Burendag. Dat denk ik ook, ja. Ik weet niet of er veel buren komen, maar dat zou ontzettend leuk zijn. Want ja, als je eenmaal met elkaar danst, ben je eigenlijk voor een middag ook een soort vrienden. Hè? Je gaat met elkaar iets aan. Wat brengt u vanmiddag in de Bolder? Een beetje dat ik niet zo eenzaam ben. Dat ik voor de gezelligheid. Dat ken ik niet meer. Vroeger wel. Heel vaak gedanst. Ook hier gedanst. In de grote zaal. Gingen we met kennissen hier dansen. Nou, ik heb mijn vriendin gebeld. Ik zeg, zullen we eens kijken of het leuk is om, zoiets te bekijken. En ze hebben het heel leuk ingericht. Want als je dat dan weer in de grote zaal doet, dan is het weer zo kil. En dit is zo gewoon zo leuk met al die, hè, hoe ze het ingericht hebben. Ja. Heel sfeervol, hè? En de voetjes die gaan straks ook nog van de vloer? Ik denk het wel, ja. Ja.
vind het wel gezellig zo eigenlijk, ja. Dus dat gaat wel lukken. Ja. Ik heb gehoord dat er ook wat ervaren dansers zijn, dus wie weet dat die nog wat dansmoves kunnen overbrengen. Nou, dan kan ik nog wat leren ook vandaag, hè. Ja, helemaal goed. Wat, ga je ook nog plaatjes aanvragen? Nou, we hadden het erover dat vroeger waren we niet zo van soul, maar tegenwoordig vinden we soul wel lekker om te dansen. Ja. Dat kun je wel heel goed, Loes. Beetje een Aretha Franklin-achtige... Ja. Hebben jullie voor de rest nog iets op het programma staan de komende maanden? Ja, we hebben het vakantiespectakel voor de jeugd. En dat is in de herfstvakantie. En daar wordt binnenkort meer over verteld. Maar dat is ook heel erg leuk. En de meeste kinderen weten het wel. Het is niet nieuw, maar ieder jaar is het weer een heel groot succes. Ja, en vandaag is de Burendag. Heeft u ook buren meegenomen? Nee. Die jongelui zijn daar niet in geïnteresseerd. Hoopt u wel hier weer bekenden tegen te komen of juist ook nog misschien wat onbekende mensen hier uit Monnikendam? Ik denk dat we wachten gewoon af, maar bekenden in ieder geval. Want er zitten er al twee die ik ken, dus... Dan wordt het volgens mij heel gezellig. Een hele fijne middag, hè? Het wordt gezellig, weten we zeker. Ja, wat doen we nog meer? We hebben 15 oktober hebben we in Zuiderwoude in het kerkje hebben we een Italiaanse lunch. En daarnaast doen onze vrijwilligers heel veel voor de oudere en kwetsbare inwoners van Waterland. Dus je kan het zo gek soms niet verzinnen, maar we proberen altijd een oplossing te vinden. Nou ja, gezien de animo voor vandaag zijn jullie voor mij heel goed bezig. Nou, dit is toch geweldig. Ja, hier doen we het voor. En het is ook de week tegen de eenzaamheid, hè. Dus dat komt natuurlijk dubbel op. Is dat gewoon hartstikke leuk. En wij gaan maandag de hele week zeg maar hebben vrijwilligers en de consulenten een gebakkies dag. Dus dat houdt in van wij nemen een gebakje mee en de mensen die zetten een bakkie. En zo gaan we ook in de week tegen de eenzaamheid proberen mensen toch even te bezoeken. Nou, mooie samenhorigheid, mooie gedachten. Bedankt voor het interview. Nou, graag gedaan en succes.